De vierde etappe van de Dakar-rally zit erop en Gerard, het was een topdag hè? Voor jouw team. Ja, was van Kasteren? Mooi derde. Derde geworden hè? Ja. Het was een hele goede dag voor ons. Dus, had je het verwacht? Nou, gisteren ging het al heel goed. Vandaag waren de verschillen niet zo groot onderling. Maar de tussentijden waren in het begin al goed en hij klom heel de tijd op van 5 naar 4 en uiteindelijk derde. En we zagen hem doorkomen, ik was bij de finish aan het kijken en dat zag er wel goed uit. Dus ik had goed, daar had ik wel goed vertrouwen in. Had jouw team het nodig, dit succes? Ja, dat is altijd, daar gaat de hulpteam, daar gaat de... Maar het is even een tijdje geleden hè, dat we een Brabant succes hebben gehad in het Dakar rally. Ik zou niet weten wanneer, maar dat is wel even geleden. 2 jaar geleden, was jammerlijk derde volgens mij. En daarvoor was Tom van Gnucht, dat was laatst in Zuid-Amerika, hè, dat hij een etappe pakte. Ja, dat is al even geleden, dus ja, het is heel fijn dat we nog steeds mee kunnen doen. En dat verschil met de anderen is duidelijk zichtbaar. Kijk, Mas is gewoon lastig. Ja, de Russen, ja. Die zijn goed. Maar je komt in de buurt, hè? En het gaat knijterhard, hoor ik, hè, voorin. Het gaat heel hard. Ik heb het kunnen zien nou en het gaat... we mogen echt niet klagen. Ja, nou, Janus, die was natuurlijk ook hartstikke blij. We vingen hem op toen hij hier zojuist aankwam in het bivak. Lekker, hè? Janus, wat een mooie dag vandaag. Ja, geweldige dag. Echt vet. Echt vet. Gewoon op een gegeven moment zag je wel de loper na 80 kilometer. Toen zag ik op een gegeven moment 50 kilometer voor het einde een Kamaz rijden. Die is 2 minuten voor me gestart. Ik dacht, dat komt wel goed. Dat is geen 2 minuten, zat ik te denken. Dus het was echt een vet dag. Echt super vol makker opgegaan. Dus derde. Fijn. Ja, een derde plek is geen succesje, dat is gewoon een succes, hè? Ja, man. Dan, geloof mij maar, dan moet ik gas geven. Zeker, man. En die ene, er stond één Kamaz stil met, ik denk iets met remprobleempjes of zo. Die hebben het even stilgestaan. Maar die andere wel, hebben we wel gewoon op snelheid gepakt. Dus echt vet. Echt vet. Ja. Wanneer had je door van, hey, ik ga hem flikken vandaag? Toen ik die Kamaz zag rijden. Ja, de gevoel, die flow die je dan hebt in Duinen. Dan merk je al van, we zitten wel vooraan. In ieder geval achter mij komt mij niemand meer voorbij. En niet slecht voor een machineverkopertje het boerke eigenlijk het veld over, toch? Ja. Een mooie derde plek. Smaakt dat dan meer? Ja, ik denk dat we dit tempo vast moeten houden. Veel harder gaat ook niet. Maar natuurlijk smaakt het er meer. Dus ik ben benieuwd wat er de komende 10 dagen gebeurt. We zien het wel. Nou, een hartstikke blije Janus van Kasteren natuurlijk. En Gerard, hoe hebben de andere Brabantse deelnemers het gedaan? Ja, volgens mij heeft iedereen het goed gedaan. Vic heeft het goed gedaan. Michiel heeft het goed gedaan. Maar de buggies? De buggies hebben het ook denk ik wel goed gedaan. Pas Vierings, de verschillen waren niet zo groot tussen de rijders. Maar, heel solide allemaal, hè? Ja, mooi. Ja. Dus een goede dag. Nou, laten we eventjes luisteren wat die andere deelnemers te zeggen hebben in de afloop. Michiel, om met een simpele vraag te beginnen. Hoe is het vandaag gegaan? Ja, mooi. Dikke dag gehad weer. We waren niet zo heel veel kilometers. Voor de eerste keer net op de grens van het licht gefinished. Dat is ook wel een keer fijn. Ben van der Laar, jij stapt hier de truck uit en zegt ik heb een machtig mooie dag gehad. Leg uit. Ja, dat was echt was prachtig. Mega, mega snelle dag. Ook alles erin. Maar de duinen vooral was gewoon super om doorheen te gaan. Zat gewoon echt een flow in. Dus je kon echt maximaal surfen met die vrachtwagen. Echt heel gaaf. Is het sportief gezien vandaag dan ook goed gegaan? We hebben echt hard gereden. Dus voor ons, wij zijn echt super tevreden. Het was boven verwachting goed. Gaat die lach nog van het gezicht bij jou vanavond? Vanavond zeker niet meer. Ik heb smal van oor tot toren, maar dit was gewoon een prachtige mooie dag. Dus ik hoop dat er nog veel van zulke mogen komen. Je hebt de afgelopen dagen een keer problemen gehad met de koppeling. Kun je het toelichten? Ja, 2 keer. We hadden 2 verschillende koppelingen gestoken. 1 voor Hans Wijs en eentje voor ons. En die was op de proefstuk, dus die hebben we gerepareerd. Die koppeling die we gerepareerd hadden op de service hadden we laten zitten. Omdat we natuurlijk weer laat binnen waren. En hup. Dus de dag erop in de proef ging die ook weer stuk. En nou vandaag hadden we de originele racekoppeling gestoken. En die is heel gebleven. Dus probleem afgevinkt, denk ik. Probleem afgevinkt en dus kan de stijgerlijn ingezet worden? Hey, op met volgende. Zo zal het wel zijn, denk ik. Dus zal de hele deze dag aan nog wel zo zijn, denk ik. Goedemorgen.
hebben al jaren zien we die auto's door de woestijn heen rijden tijdens onze reis in Afrika. En dan iedere keer dachten we, wat doen die jongens allemaal? En het is toch een stoer verhaal. En vorig jaar zagen we opeens dat oude auto's meededen. En wij hadden deze oude auto. En wij dachten van, nou dan ja, gaan we de uitdaging aan. Ja, wij komen alleen voor het avontuur. En de wedstrijd die, ja, vinden we, die speelt geen rol voor ons. Nee. Dan zit je met je vrouw in de auto. Hoe zijn de taken verdeeld? Nou, in principe rij ik en navigeert zij. Kaas. Ja, dat is altijd wel grappig. We doen het echt al samen. En als het rijden moeilijk is en moeilijk blijft, dan rijdt Kees. Als het rijden wat makkelijker zou zijn, dan ga ik rijden. En oh, nou, het ligt eraan, oh, navigeren weer heel erg moeilijk wordt, dan mag hij niet meer navigeren. Eigenlijk alles wat moeilijk is, mag Kees doen. We genieten enorm van de omgeving, zeg maar. We zaten net vast. Mensen hebben ons geholpen om ons los te trekken. En nu hebben we een lekker band. Want ja, het zijn allemaal vrij... Het is allemaal heel mul. En ik zal het even laten zien. Er zitten gewoon heel veel stenen in. Ja, en dat is een beetje lastig voor ons. Wat hebben jullie allemaal al meegemaakt? Ja, nou ja, gisteren hebben we al een paar keer vastgezeten. Omdat ja, de auto is gewoon echt te laag voor sommige stukken zand hier. Dat hadden we eigenlijk niet verwacht. Kijk nou eens wie ons redt. Wie moet er scheppen als jullie vastzitten in de woestijn? Ja, dat doen we samen. Zandladders, we leggen ze er samen onder. Meestal zit hij achter het stuur, probeer ik ze eronder te moffelen. Banden oppompen en zo, dat kan ik ook met de compressor. Dus ja, meestal dat oppompen, dat duurt dan weer. En dat zijn dan dingen die ik kan doen, want dan kan hij ondertussen weer andere taken doen. Zijn jullie een goed geolied team? Ja, we zijn... Ach joh... Helemaal gesmeerd. Mot, ja, uiteraard. Zeker als we, maar dat proberen we niet te doen natuurlijk. Maar als we een verkeerd rijden, een navigatiefout is zo gemaakt. Of we rijden vast, terwijl het niet nodig is. Ja, dan wordt er wel eens een woordje gewisseld. Maar ik denk dat dat bij elke team zo is. Ja. Jullie komen hier voor het avontuur, voor het plezier, maar er is ook een serieus tintje aan, want jullie gaan iets voor het goede doel doen. Wij steunen eigenlijk met al het sponsorgeld dat we binnenhalen, gaat een kwart naar het Bright Future for Children. En dat is eigenlijk een project voor jongeren die dus beter in de maatschappij kunnen komen te staan in Senegal. Ze krijgen een opleiding tot automonteur of tot de dames tot kapster of tot kledingmaker. Ja, we hopen voor hun 5000 euro op te halen. Dus we hopen nog dat mensen ons willen steunen. Hey brother. Jan en Ben van der Laag, ik sta hier met twee coureurs en één truc. Hoe gaat dat? Ja, wij wisselen gewoon iedere dag af, dus dan kunnen wij met één truc samen racen. Hoe worden de afspraken gemaakt? Is het gewoon heel simpel om en om? Ja, de ene dag ik en de andere dag Jan, dus we wisselen gewoon iedere dag altijd om. Wisten jullie ook wel eens tijdens etappen? Nee, we hebben echt gewoon gezegd, de complete dag doen we gewoon rijden. We genieten gewoon samen van die vrachtwagen. Het ding is super, we zijn hem nog echt aan het leren. Levert het wel eens problemen op bij jullie, zodat jullie mot krijgen? Nee, gelukkig niet. Nee, we zijn het eigenlijk al vrij vlug eens. En we hebben eigenlijk maar een ademhaling nodig en dan weten we al precies hoe de vlag ervoor staat. Gelukkig wel gewoon alles in overleg en we hebben ook ja, gewoon goede tips. Hè? Dus tijdens het rijden kan hij me ook nog gelukkig gewoon tips geven over navigeren en andersom. Ik kon hem gelukkig gisteren ook nog even wat tips geven over het rijden. Ja, dus je hebt gewoon veel aan elkaar. Je bent gewoon echt een verlengstuk gelukkig. Een goed ingespeeld team. Ja, 100%. Ja, dat is het voordeel van twee broers zijn. Dat werkt perfect samen. Nou, het was dus een fantastische dag voor Janus van Kaster en team De Rooy vandaag in de Dakar Rally. Morgen weer een nieuwe dag, dan gaan we verplaatsen. Waar gaan we heen? Dan gaan we naar Riyadh. Ik hoop iets warmer, naar warmer orde. Want het is koud hier, hè? Het is echt koud. Echt verschrikkelijk. Ja. Ik heb vandaag een vliestrui en een jas aangehad in de duinen, in het zonnetje en het was nog echt koud. Die wind was dodelijk, ja klopt. Hey, weer succes morgen, zou dat kunnen? Ik hoop het. Het ziet er goed uit, dus we blijven pushen. Ja. Nou, als dat zo is, dan gaan we dat zeker zien in Bivak Brabant Dakar. Houdoe. Houdoe.
We'll be right back.